Nou, voor mij persoonlijk, als Rotterdamse vind ik het natuurlijk geweldig dat de Van Nelle Fabriek door UNESCO is uitgeroepen als werelderfgoed. Het is wel voor mij een heel hartverscheurend gebouw voor de tijd dat het gebouwd is. Dus ja, vind ik goed dat het erop staat. Deze bezoekers zijn er dus hartstikke blij mee. Het is dan ook niet zomaar iets. De Van Nelle Fabriek staat op de lijst tussen werelderfgoeden zoals de Chinese muur en het Groot Barrière Rif. Een werelderfgoed word je niet zomaar en daarom vloog burgemeester Aboutaleb naar Qatar om het Werelderfgoedcomité te overtuigen. En dat is hem gelukt. Is dat eigenlijk nu definitief afgerekend met het idee dat Rotterdam aanvoerder was van de slechte lijstjes? Officieel, dank aan allen die zich daarvoor ingezet hebben en pas goed op de stad, want ik dacht pas niet dat. Dank, ja. Voordat er hordes toeristen naar de Van Nelle Fabriek kunnen komen, moet er volgens de bezoekers nog wel aan één punt gewerkt worden. Ik denk dat het openbaar vervoer wat beter te bereiken is. Met de auto kan je goed parkeren, maar met openbaar vervoer is lastig te bereiken. Je loopt er niet even gemakkelijk langs, om het maar zo te zeggen. Je gaat niet eventjes 10 minuutjes er naartoe. Dus de toegankelijkheid zou ik natuurlijk wel belangrijk, de betere toegankelijkheid zou ik wel mooi vinden. Gelukkig denkt wethouder Adriaan Visser hier ook zo over. En de eerste ideeën zijn er al. Nou, u kunt zich voorstellen dat we het hek zoals dat nu is nogal gesloten om dat open te maken. Er kan een horecagelegenheid. Je zou kunnen bedenken dat je hier over het water naartoe komt. Dat hoorde ik als idee zo net. Dat is een ontzettend leuk idee, wat vast heel ingewikkeld is. Maar het gebouw opener maken voor toeristen, voor gebruikers, voor mensen die hier gewoon een kijkje willen nemen. Ja, dat is absoluut een mooie ambitie.